Hallo allemaal, dit is deel 2 van de potloodhouder. Ik laat zien hoe je hem nog verder kan maken en hoe je hem eraf gaat halen. Eerst ga je verder. Ik ben nu bij groen, dus ik pak even 4 groene. Het is maar net hoe lang je hem wil hebben. Zo lang kun je hem dus ook maken. Even kijken. En hup, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Anders kom ik ook niet erbij zitten met deze. Zo. En dan deze weer zo. Deze weer zo. En die weer zo. Ik ga hem zo meteen afhalen, want voor mij is hij al lang zat. Ik hou niet van die lange stukjes. Pak je haakje er weer bij. En haak de onderste weer eroverheen. Af en toe is het best lastig om ze mee te laten veren. Maar ga ze dan niet helemaal trekken. Want je moet dan gewoon rustig omhoog halen. Of gewoon een beetje zo doen. Nou, deze wil niet goed. Ah, gelukkig. En de volgende. Ik doe nog een paar keer. Ik moet een zwart hebben. Even kijken, zwart. Nou. Hierna doe ik nog oranje en dan ga ik hem eraf halen. Ik ga dadelijk het potloodje maken. Maar ik film hem pas als hij mij ook goed gelukt is. Want anders heeft het geen zin. Nou. Jullie weten het. Nou, oranje eraf halen. En er volgen heus nog meer filmpjes. Ik ga echt nog allerlei dingen maken om jullie te vermaken. En je kunt ook een vraag stellen. Ik zal niet gelijk antwoord geven, want soms ben ik druk bezig. Of ja, ook met mijn huiswerk af en toe. Dus. Maar dat doet er nou niet toe. Nu zit hij zo. Je mag zelf weten hoe lang. Ik heb hem niet al te lang, dus. Nou, je pakt nou bij mij groen. Oh, ik zal even dit doen. Normaal zit er 3 kleuren op. Maar nu doe je dat dus niet. Nu pak je gewoon de onderste 2. En je doet hem eroverheen. Doe je aan deze kant ook. Ik moet hem even zien te pakken. Even kijken. Nou. Hij werkt niet echt. Nou, eindelijk, gelukkig. En de volgende. En dan de laatste. Dan. Ik zet hem even neer. Even zo. Ik hou hem even zo. Dan pak je een potlood. Even een potlood pakken. Maakt niet uit wat voor potlood het is. Ik pak nou gewoon even een kleurtje. Nou, donkerblauw dus. Je doet met je haakje eerst dit eraf halen. Die A. Ah. Kijk. Die doe je op je haak. En haal hem maar af. 1, 2. En los. Bij de volgende ook weer. En los. En de volgende ook weer los. En bij deze natuurlijk ook. Mijn pilletje viel eraf. Iets anders.
Dan heb je dit. Dan kun je loom wegleggen. Even weer maken. Sorry. Voor het ongemak. Doe je dus zo. Later krijg je het zo. Deze heb ik ook al gemaakt. Zo komt het dus uit te zien. Je kunt hem ook nog langer maken, korter. Maar het voelt echt heel fijn. Ja, waar is mijn potlood? Oh, gevonden, sorry. Ja, duw het hem aan de onderkant erin. Best lastig. Kost even wat kracht. Maar dan heb je ook een resultaat. Dan heb je dit. Als je het goed hebt gedaan tenminste. Dan pak je elastiekje. En die doe je eromheen. Pak je... Oh, ik duw hem even iets verder door. En nou van de andere kant. Heel het om en om. En eroverheen. En weer deze kant. En eroverheen. En weer... Oh, sorry jongens. Ah, deze wil niet meewerken. En deze kant. Oh. En eroverheen. De andere kant weer. Eroverheen. En dan kom je bijna bij de laatste uit. Oh. Hij werkt af en toe niet helemaal. En om mijn potlood. Vragen kun je altijd in de reacties zeggen. Ik zal er niet gelijk op reageren. Maar ja. Je snapt wat ik bedoel. Ik ben niet altijd bezig met deze dingen. Ik moet ook nog andere dingen doen. Dus. Maar ik zal zoveel mogelijk naar jullie vragen luisteren. Kijk. En klaar. Nou, ook twee. En zet ook in de reacties welk figuurtje ik de volgende keer moet maken. Doei!